God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior. De dagteksten voor donderdag 16 november 2023. Jeremia 32, vers 40. Ik zal een eeuwig verbond met mijn volk sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal en dat ik hun wel zal doen. Ik zal een eeuwig verbond met mijn volk sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal en dat ik hun wel zal doen. Jeremia 32, vers 40. Het leerwoord is gehaald uit 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4, vers 9. Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij ons bent, dat wij mogen weten dat U ons opwacht vanmorgen met open armen door de dag die begonnen is. Die stralende zon, waar we ook wonen, hoe het er ook uitziet, wij weten dat de dag begonnen is en dat U ons gewekt heeft. U heeft over ons gewaakt. En wij weten dat wij aan het eind van deze dag weer op U mogen rekenen. Dat wij nooit alleen zijn en dat U overal met ons meegaat. Geloofd en geprezen zij U, als wij U ook bedanken voor alles wat U doet voor ons, voor alles wat U gedaan heeft. Dat wij mogen weten dat U een verbond met ons gesloten heeft, dat U ons nimmer zal begeven en nooit zal verlaten. En dat wij op Uw pad mogen blijven, wat er ook gebeurt. En wij danken U voor die liefde die Gij ons geschonken heeft door Uw Zoon te zenden om in onze plaats te sterven. Hemelse Vader, dit zijn beloften, bemoedigingen, het vertrouwen dat wij in U mogen hebben en mogen geloven en weten dat wij met U meer dan overwinnaars zijn. Dat wij kunnen gaan en staan in Uw belofte en elk één aan U mogen geven. Onze kinderen, onze gezinnen, onze familieleden, maar ook onze buren en ieder op de werkvloer. Wij mogen en ieder in de wereld aan U geven welke strijd ze doormaken, welke angsten ze hebben. Elk één die op de vlucht moet gaan of moet schuilen voor het geweld dat plaatsvindt in hun eigen leven. Hemelse Vader, stel ook de stormen die zich afspelen in de harten van degenen die niet weten hoe ze bij U moeten komen en hoe ze het bij U mogen leggen. Ook een ieder die U nog niet kent, geven we aan U. Want Uw geest, die gaat waar wij niet kunnen gaan, die in ons woont, die wil gaan en harten aanraken. Zieken genezen, bedroefden troosten. Heer, U bent het en geen ander die dat kan doen. Vandaar dat wij ons aan U geven. Neem ons, breek ons, kneed ons en vorm ons tot Uw wil. Mogen wij U vragen om onze zonden te vergeven. Wij geven U onze plannen, Heer, onze agenda, onze gedachten en onze gevoelens. Heer, verandert U wat niet is tot Uw eer, zodat wij weten dat wij met een gerust hart, met vrede mogen gaan en staan, wat er ook op ons pad komt. En zo geven wij U, de jarigen, de vierenden, en ieder die geniet van een vakantie, waar dan ook, maar ook degenen die in oorlog zijn, degenen die opgejaagd worden, die uit elkaar gedreven worden en moeten toezien hoe geliefden sterven. Vader God, troost hen, zoals U alleen dat kan. Neem ook in Uw machtige armen, o Heer, elk kind en elke uitdaging waar ze voor staan. Maar ook de ouderen, de senioren, burgers. Degenen die op zichzelf kunnen staan, maar ook degenen
die verzorgd moeten worden. Gaat uw gang, o Heer. Geloofd en geprezen zij u daarvoor. In Jezus' naam. Amen, ja, amen. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and life is